mensen, welkom bij een nieuwe van Crafting and Building. Vandaag spelen we het spel Crafting and Building. Ik zei dat al. Vandaag spelen we het spel Crafting and Building. Vandaag, welkom bij een nieuwe video Crafting and Building. Vandaag spelen we het spel Crafting and Building. Ja, dat was een beetje een gek idee. Nou, we beginnen al meteen. Ik was al in mijn winkel gegaan, maar momenteel komt het ook bij een nieuwe video. Mijn naam is Mac en vandaag gaan we weer verder met het interieur decor. Ja, hier is iets geks gebeurd. Misschien weet je het wel of heb je het al gezien. Er is namelijk een video van mijn kanaal verwijderd. Want YouTube, ik weet niet hoe dat ze dat doen. Maar YouTube zat dus een video te kijken, denk ik, van mij. En die hebben dus van mijn kanaal, hadden ze dus Great Trade en dan een haakje. En dan 2 en dan weer een haakje hebben ze dus verwijderd. Ze hebben dus niet hashtag 2 verwijderd, maar haakje 2 haakje. Dus item trade, haakje 2 haakje. Nou, dat hebben ze dus verwijderd. Ik weet niet hoe, misschien omdat ik bliksem had gefilmd of zo. Of misschien omdat er behoorlijk gescheld wordt, die zei. Maar YouTube, als jullie deze video weer kijken, sorry. Het was niet mijn bedoeling dat ik een fout dingetje deed. Dus we gaan maar gewoon verder. Oké, nou, we hebben deze gebaard. Dus we gaan nu gewoon verder naar de volgende. Oh god, ik dacht dat mijn video niet aan stond. Oh kijk, dat bedoel ik maar. We gaan even naar het volgende. Oké, de volgende zijn trash bands. Oké, nou. Doe natuurlijk de blauwe voor papier. De groene voor het afval. En deze voor, ja. Je snapt wat ik bedoel, denk ik. Oké, nou. Pakken we natuurlijk dit. Laten we ze eerst eventjes plaatsen. Upsakee. Oké. We plaatsen eerst deze. Dan plaatsen we deze en dan plaatsen we dit. Upsakee. En dan pakken we een aardappel. Dan pakken we een blaadje. Waar zijn de blaadjes? De papier. Dan pakken we het blaadje. Dus het is papier. Dit is tuinafval. En de bruine bak gaat meestal wat plastic in. Ja, wat gaat nou meestal de... Ja, ik weet dat het bij de bakje gaat. Meestal van plastic of andere dingen. Je kunt het ook gewoon met bordjes doen. Of weet je wat? Wat is nou een beetje hier in Minecraft? Lijkt er, ja, dit lijkt wel een beetje op een stuk plastic. Weet je wat? Ik doe gewoon dit. Zo, dit is wel goed. Maar je kan ze ook op een andere manier maken. Een manier dat je ze namelijk, dingen echt weggaan als je het opgooit. Dus je kan ze alleen niet tegen elkaar aanplaatsen. Dat is wel een beetje het spinnende. Kijk. Dus je kan hem daar niet naast plaatsen. Dat is wel een beetje vervelend, maar ja, dan heb je ook nog wel wat. En dan kun je zo doen. Ja, je moet alleen nog... Hier, daar gaat het alles weer weg. Maar ik maak dus weer een foutje. Dus... Het moet namelijk nog verder. Dus... Kaktus. Ik plaats dit veel te veel. En wat ik net verteld, dat die video van mij was verwijderd van YouTube, die item trade, haakje 2, haakje. Moet ik nog wel oppassen dat ik niet een strike krijg. Want volgens mij als het in de eerste keer als 3 video's worden verwijderd, YouTube krijg je een eerste strike. Bij de tweede, als de 2 keer 3 video's worden verwijderd, dan krijg je een tweede strike. En bij 3 strike wordt je YouTube kanaal verwijderd. En dat wil ik niet. Dus...
ik ga gewoon best doen, zodat het niet gaat gebeuren. Ja. En dan, want je kan er hier nu ook echt spelen. Ik ga het jullie even laten zien. En het is weg. Dat vind ik nog wel een grappig dingetje. Maar het moet wel heel ver van elkaar. Maar dan heb je ook wat. Oké, in de volgende gaan we lantaarn dingen maken. Dus hoe heet dat nou? Nee, stoplichten. Maar dan moeten we natuurlijk wel een banner hebben. En ik weet alleen niet wat voor kleur. Dus doe maar gewoon dit. Okay. Dan moeten we natuurlijk even denken. Dan moet ik even denken. Oké, jongens, ik heb er even over nagedacht. Ik weet het, denk ik. Okay. Moet we dus wel kleurtjes hebben. Namelijk rood, oranje en groen. Oké. En ik denk dat we ook nog gewoon zwart nodig hebben. Ja, we hebben ook zwart nodig. Oké, dan plaatsen we natuurlijk weer onze leuke. Weefgetouw neer. Ups. Oké. Dus plaats ik weer eventjes hier. Oké. Beginnen met deze erin zetten. En dan moeten we, denk ik. Dan moeten we beginnen met rood. Met rood. Moest je het nou ook alweer? Ah, kijk, kijk. Ik weet het. Rood. Boven. Deze onderkant. Dan moet je er ook wel een grote onderkant. Of je hebt toch ook een grote middenkant? Onderkant moet ook. Dan moeten we die weer zo stoppen. En dan pakken we de oranje. Dan voor die dan in het midden. Dan heb je ook een grote die je midden kan plaatsen. Nee, die heb je dus niet. Dan hebben we dit. Dat we dan nog een keer doen. Dus de zwarte. Zet die rood. Ook dat nog, ja, maar dit is wel een beetje stoplicht. En dan moet je natuurlijk nog. Dus dat heb je dan ook. Dus dan heb je het eerste stoplicht. Hij is niet heel mooi, maar ja, zo heb je ook al. Dan ga ik ook even de tweede versie ervan maken. Dan kom ik zo bij jullie terug. Laat jullie gewoon ook meteen het soort van het andere zien. Je hebt eigenlijk alleen maar het verschil met dat hier nog wat prijzen gaat steeds. Godsamme. Oké, nou, we beginnen weer met rood. Met rood, rood. Groen. Iedereen. Oranje. Middenstreep. Iedereen. Die eruit. Die erin. Dan hebben we dus, ik vergeet weer wat. We moeten ook nog die erin en dan nog met dit erop. We are klaar. Deze spullen voor de rest weg. Nou, nu heb je dus twee stoplichten. En je kan ze ook voor voetpassen. Je kan ze ook voor mensen die gewoon aan het wandelen zijn, voor wandelaars. Moet je alleen het oranje streepje weglaten. Dat is heel simpel. Welke versie? Ik ga gewoon twee maken. Want ja, doe ik eentje aan deze kant. En één aan deze kant. Want als deze mensen gaan rijden, kan alleen die. Want dan komt er wat. Mijn vriend appt. Hoi. Ik geef beantwoorden, jongens. Okay, jongens, ik ben klaar met appen. We gaan het maken. Here we go. Nou, mijn pleister gaat de hele tijd los. Vervelende pleister. Ik zal beginnen met deze. Of nee, we moeten deze trouwens doen.
En dan doen we nog deze. Oké. Okay. Oké, okay, we doen het zo. Oké, okay, dan moet hier weer eens een ding. Oké. Okay. Hoeveel blokken zijn dit? Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Okay. Dan kunnen we het nog wel een beetje in zo'n rondje maken, dus laten we dat gewoon gelijk doen. Hup. Dan zit hij nu in een goed rondje. Dan kunnen we nu ze gaan plaatsen, de stoplichten. Oké. Je kan ze op elke manier plaatsen. Je kan ze ook aan deze kant ook een stuk plaatsen. Een keer. Maak voor deze kant gewoon rood. Oh, pardon. Rood. Dan kun je hier ook rood. Bijvoorbeeld hier. Kun je weer groen. En ook groen. Hier groen bedoel ik dan of niet? Nee. Die groen moet daar. Want nu staat het goed. En dan kan het hier ook hetzelfde. Hier weer zo. En dan natuurlijk. Hier weer rood. Bot op bot. Zo. Dit staat er goed. Goed is het goed, want hier kunnen ze rechtdoor rijden. En dan moeten hun hier wachten, want is dat rood. En daar is het ook rood. Als het goed is. Is het hier ook rood? Ja. Nou, dan kun je altijd nog de weg maken. Dus die maken we er ook meteen eventjes bij. Die zit ik weer in mijn inventory. Ik deze weer even weg. Dan gaan we de weg hebben. Oké, dat doen we dan eventjes met, ik bedoel, met zwart beton. En natuurlijk ook strepen moeten erin. Zijn wit. En de weg is zwart en de strepen zijn wit. Ja. Dus dit moeten we eventjes helemaal open maken. Jongens, ik moet je even wat vertellen. Ik weet nog of ik de video heb geüpload voor de video. Ja, de video heb ik ook. Heb ik überhaupt een video geüpload dat ik dit heb gemaakt? Nee. Oké, dan bekijk ik straks wel. Oké. Okay. Oh, chips. Oké, okay, jongens, er is even een gek dingetje gezet. Ben ik niet. Jullie hebben denk ik niet de video gezien dat ik dat heb gemaakt. Dat. En dit hebben jullie denk ik niet gezien. Dat kwam omdat ik een beetje gedoe had. Omdat de video weer niet geüpload. YouTube deed het niet. Dus ja. Als het goed is, staat die video wel online. Die heb ik er, als het goed is, wel opgezet. Dus ja. De video nog online heb of het al online. Dan moeten jullie dan eventjes kijken. Tenminste, ga ik ook voor mezelf kijken. Want het is een beetje uit de hand gelopen gisteravond. Met YouTube. Ik heb helemaal geappt op YouTube. Ik heb allemaal dingen in mijn app. En ik weet niet wat dat was. Dus ja. Het is ook gebeurd. Maar ik oké. Okay.
dat. Naar mijn YouTube. Jongens, ik heb het even mijn YouTube gecheckt. En ja, die video is er niet op. Maar ik ga die video zeker weten voor jullie uploaden. Ik ga de video echt voor jullie uploaden. Maar dan hebben jullie ook het andere nog eens niet gezien. Namelijk de Skywars. En ik heb wel de map een beetje gebroken. Dus je kunt alleen hem spelen. Ja, we kunnen het nog wel spelen, die Skywars. Alleen ja, ik snap het niet zo dan. Dan heb je alleen maar kisten, dan weet ik het niet. Oké, nou, ik heb dus dit gemaakt. En in de video die ik nog niet even heb geloot, jongens, want die was nog niet van pas gekomen, die ga ik dus online zetten. Maar daar had ik dus problemen nog niet gezien. Maar ik ga het echt online zetten en misschien staat het nu al online. Dus, we gaan maar gewoon. En jongens, dit vond ik zo cool. En voor de mensen, jongens, als de video niet online staat, want dat dit jullie hebben laten zien, dat ik graag mijn intro beginnen. Zag ik het nog eventjes. Ik heb dus daar de Skywars, ik heb dus een Skywars map gedaan, gemaakt. Ja, Skywars map, die heb ik dus gemaakt. Ja, en ik heb dus een beetje uitgebroken, want ik vond het niet leuk om te spelen. Tenminste, ik zeg nu wel, ik heb het zelf gemaakt, maar ik heb het niet zelf gemaakt. Ik heb wel een keer pogingen gedaan om met commandsblokken te doen. Alleen toen klopte één commandsblok niet en ik had echt 1000 van deze rijen commandbloks. En één rij klopte dus niet. En eentje klopte dus niet. Toen moest ik al die commandblok zoeken. Ja. En toen moest ik dus, en toen zat ook iets met TNT, had ik ook TNT gedaan. En toen ontplofte het dus, ja, en toen was het een beetje mijn werk kapot. Toen had ik geen zin meer. Toen was ik een beetje heel erg boos. Om mezelf, tenminste ook een beetje op school. Maar toen had ik, het niet gedaan. Maar, je kan dus hier iets in doen. En dan krijg je dus hier prijzen uit. Wat was dat? Dat is heel vaak. Maar jongens, laten we maar gewoon beginnen. Oh! Ik wil dus aan dit ding, zeg maar, mijn huis bouwen. Dus laten we dat maar doen. Ja, ik wil gewoon mijn huisje aanbouwen. En dan gaat het voor de zekerheid wel eventjes met dit doen. Hallo, ze allemaal. Immig. Oké, nou, we plaatsen dus dit. En dan zoet je binnen je video verwijderd. Ik snap het niet. Want ik weet ook niet hoe dat werkt met YouTube. Want jongens, ik kan het niet snappen dat YouTube mijn video heeft verwijderd. Ik snap niet hoezo YouTube dat heeft gedaan. Ik snap het echt niet. Ze hebben gewoon mijn video verwijderd en ik snap het echt. Ik weet niet hoe vaak ik het nog ga zeggen in deze video, maar ik snap het echt niet. Ik vind het ook heel jammer. Want ja, ik heb ook heel veel moeite ingestoken om die video te doen. Want ja... Ik heb dus allemaal dingen, want ik moet dus ook nog dingetjes kopen voor die dingen. Ik heb dus ook expres die poppets gekocht voor mijn item trade. Ja, en dan gaat YouTube het verwijderen. Ja, en dat vind ik best wel vervelend van YouTube, dat ze dat hebben gedaan. En jongen, als ik nu, ik bleef nog maar 9 jaar en een half. Ik ben 9 jaar en ik word bijna 10. En ik heb nog maar een YouTube, en ik heb een YouTube kanaal en ik heb nog niet eens de 30 abonnees. Bijna wel, oké, ik heb 27. En ik heb al 83 video's. Volgens mij meer, maar ik heb wel zoiets van die video's, iets in de 80. En dan... Gaat YouTube al mijn video verwijderen? Ja, ik snap het echt niet. Dus, het is gebeurd. Laten we maar gewoon gaan. En jongens, ik heb de constante reacties die ik kreeg, heb ik ook in de video gezegd. De reacties krijg ik gewoon niet aan. Het lukt gewoon niet. Het gaat gewoon niet. Ja, heel vervelend.
En ik heb ook een nieuwe intro, die zit ook als het goed is in deze video. Oké, laten we maar gewoon dit huis, dit deur erin zetten. Ja, ik denk, wat is weer? Ik ga gewoon inbreken in een Skywars map. Oh jee. Dus, oké, dan kunnen we er wel glas plaatsen, dan wel een zwart glas. Zo, dit vind ik wel cool. Hup. Bingo. Ja, misschien denk ik ook nog aan om even een bovendieping te maken. Want ik wil heel graag mijn prijzenkamer hebben dan. En hoe maak ik nou zo'n deur? Ben ik eventjes helemaal vergeten. Volgens mij moest ik gewoon... Ja, ik weet het weer. Moest ik dan wel met twee stukken doen. Ik ga heel even deze kant verwijderen. Oh! Ik weet niet of ik nou juist nu de hele map heb gebroken. Ik hoop het niet. Pardon. Minecraft maken van deze map. Sorry. I'm so sorry that I have break your map. Dat is jammer. Maar ja, het is gebeurd. Zo. 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 En dan doen we het zo, 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 zo. En dan plaatsen we natuurlijk weer. Nee, dat wil ik helemaal niet hebben. Deze blokken. Want die schuift dan volgens diep. En dan schuift die diep. Dus ja, ik weet wel een beetje hoe die deuren werken. Oh, ik weet alleen niet hoe ze in elkaar zitten. Dat is een beetje het probleem ook. Ja. We doen maar gewoon. Ik maak nu zelf iets waarvan ik helemaal niet weet hoe het moet. En dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. Maar we gaan het maar gewoon proberen. Dan moet deze torch wel weg. Je doet zo. En dan plaatst hij die daar en dan lijkt het een beetje geheim. Ik kan het ook wel met een schudderij doen. En dan denk ik dat mensen het wel raden. Oké. Okay. Kijk, ik denk dat ik het zo wel goed heb. Nu. Tel jongens, ik wil het nog even testen. Als je dus dit hebt. En je hebt dat zo. En je zet het aan. Hier, dan gebeurt natuurlijk dat. Maar als ik dan dit doe. Zie ook als dat. Jeetje. Moet het even die gaan doen. Als je dit dan zo hebt. Ja, moet ik het weer zo doen? Als je het dan dit hebt. Dan komt er dus een slot op. Maar, hoe werkt dat? Ja, wat staat dat aan? En dat blijft dan ook aan. Dus je kan dit gewoon weghalen. Alles wat er omheen zit, dat blijft gewoon aan.
En dat dan ook. En zo kun je dan de simulator verder bouwen. Ja. Dan doe je zo. Doe zo. En zo kun je dan steeds verder bouwen. Als je dan dus niet wil dat het eruit gaat. Maar dat hoorde dus niet zo. Maar laten we maar gewoon verder gaan. Ja. Het is gewoon echt totaal niet meer hoe dat in elkaar zat. Want je moet dus... Je kan het ook op een andere manier doen. Nee. Dan doet hij het zo. Nee. Oké, dan moet hij nog wel even een weggetje onder maken. Oké, dan pakken we eventjes een stijger. Waar staat die stijger? Die ik met de dubbele natuurlijk niet kan vinden. Waar staat nou zo'n stijger? Ben ik nou echt blind? Kan ik het nou of kijk ik nou gewoon echt aan mijn neus? Ze hebben hem wel, maar ik zie het nou gewoon echt niet. Het stond gewoon bij het begin. Dinges. Dan gaan we naar beneden. Dan doen we weer hetzelfde hier. Oké. Ik hoop dat daar niks van dingen zit. Ik denk dat ik het nog even niet gemaakt heb. En dan moeten we dat wel hierheen leiden. Dag maar de redstone. Oké, wat ik dan als je hier niet snapt is, hij verplaatst het niet. Ga weg, snoblok. Maar de pistons doen het dus niet. Dat vind ik heel gek. Kijk, die pistons zouden dus naar boven moeten schuiven. Hier zo. Heb ik natuurlijk weer. Echt waar. Je ziet echt alleen dat. Nou, rotvliegjes. Verkeerd ik in mijn kamer. Oh, bij dat doet hij het natuurlijk weer niet. We gaan het zo met de video doen. Waar staat dat obsidian nou weer? We kunnen ook huilend obsidian doen, dat vind ik op zich wel cool. Gewoon huilend obsidian. Doet hij dat überhaupt wel? Verplaatst hij dat überhaupt wel? Huilend obsidian verplaatst hij weer niet. Doet hij dan wel normaal obsidian? Dan denk ik dat ook niet. Tenminste, misschien wel.
Goedemorgen. Hallo. We doen het wel gewoon met... We doen het wel gewoon met dit. Dat doe je ook niet zo heel goed. Dat was dat hij wel. Daar ben ik wel blij mee. Laat hij dat even als ik hem dan weer terug doe. Laat hij dat ook weer terug. Dan moet hij dat eentje later doen. Doe ik dat hier ook. Laat het even stel. Oh ja, hij is natuurlijk verbonden met de onderste. Dus daarom doet hij dat niet. Maar dat doet dan ook met die zeker. Ja, dan hebben we natuurlijk ook de bovenkant. Hij moet ook de bovenkant. Dan moet hij natuurlijk ook de bovenkant. Wacht even, ik snap het helemaal niet meer. Dan verbindt dat ding natuurlijk weer niet met dat. Dus dan moeten we weer verder maken. Ik weet niet of ik het wel goed doe. Hup. Moet je dan ook nog alleen met de onderkant doen? Ik ben alleen bang dat hij dat dan weer niet doet. Dat doet hij wel, denk ik. Nou, ik hoop dat hij het nu doet. Nu heb ik alleen een flauw idee meer voor hoe het helemaal werkt, maar dat is niet uit. Oh kijk, die heeft er weer geen genoeg stroom, dus dat doet hij weer niet. De hele machine weer gebroken. Dat dacht ik al. Hup, meer elektriciteit. Moet nog een repeater testen. Zegt hup. En dan pakt hij het weer niet terug. Hij pakt het. Ah, kijk, wat ik dan wel kan doen, ik doe het gewoon hier. Dit kan ik veel makkelijker maken dan bijvoorbeeld met deze dingen. Ja. Want hij grijpt zeker. Ah, nou snap ik het. Dan grijpt hij pas het steen. Ik weet niet wat er daarna gebeurde, maar ja.
project hoeft eigenlijk helemaal niet zo groot. Maar ja. Moet natuurlijk ook. Als ik nu een dingetje kapot maak, dan weet ik ook niet meer hoe het werkt. We laten het maar gewoon zo. Dit kan nu wel weg. Dit kan ook weg. Hup. Moet ik het in de rij hebben, maar niet vinden om terug te komen. En dit doet hij zeker niet met, met dit. Daar snap ik echt niks van. Komt dat nou weer? De bovenkant doet die. Had ik het dus wel moeten laten staan. Dat weer. Hup. Not, not. Zou die het nu wel moeten doen? Dat dacht ik al. Ja. Kijk, daar schrik ik dan weer van. Kijk, en dan kan ik ook dit maken. Of ik, nee, ik kan het ook gewoon met zwart doen. Met zwart daar. Ja, ik weet wat ik nu kan maken. Jemig. Hup. Nee. Hup. Nou, dat gaat nog best wel moeilijk. Dan is het best wel moeilijk om binnen te komen. Nou, ga op. Even allemaal spullen. Even met maandje daar. En het gaat nog best wel makkelijk. Hup. Kunnen we misschien natuurlijk nog wel een deur erin maken. Batterijvoeding is leeg. Ik wist niet dat mijn batterij een beetje was. Oké, dan is alvast de deur open. Oeh,
En dan met mijn deur er bovenaan. Deur staat. Dan is dat het huis. Vanaf de zo. Ik heb alleen nog maar één kamer gemaakt. Daar heb je ook nog. Ga je naar beneden. Stap. Dan loop je hierheen. En dan gaat hij weer naar boven. Weer een stukje fout. Dan moet je de deur aan kunnen. Als iemand ook nog binnen probeert te gaan. Of dan maken. Want je weet dat niet. Dat is hier waar je even onder te doen. Of je is. Oei. Boven ben je. Dus, oké. Nou, dan ga ik boven kijken. Ik krijg. Dus kijk weet. Maar hoezo heb je een scherm van dat ene dingetje? Zal maar eens doen, ik koop het wel. Ultra dingen. Oké, we gaan nog gewoon heel veel schilden doen. Want ik denk dat ik wel heel veel rots ga krijgen van al die schilden. Ik hoef geen stok. Oké. Even allemaal. Oei. Oh la la. Skycrate. God kit. Dan moet u die er eens op hebben. We krijgen weer een blok. Wat is dit? Een VIP. We krijgen weer een lamp. Dit wordt nou zo een keer. Een lamp. Oh, een ender. Heb ik weer een. Ik heb een spinnenweb. Daar heb ik het. Trollkit. Hier is gewoon een ceiling in. Ik denk dat die kist op is, dat er geen spullen meer in die kist zitten. Maar zit er nog iets in de kist?
Hij is vol. Wat is het? Zit hij dus vol? Hallo? En dan passen ze zich maar in. Ik wist dat dat was. Help. Ik heb de machine kapot gemaakt, denk ik. Dat er geen ruimte meer is, jongens. Jemig. Is dat een speciaal ding of zo? Weer een VIP-rank. Ik kan ook gewoon. Yes! En twijfel op gaan krijgen. Maar jongens, dit was hem alweer voor deze video. Dit was hem alweer voor deze video. Vond je dit een leuke video? Druk dan zeker even op dat duimpje omhoog. En druk ook zeker even op de abonneerknop, want dan hoor je weer bij de familie. En druk dan ook zeker even nog op het belletje. Want als ik namelijk een nieuwe video upload, krijg je namelijk weer een appje. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Adios.